Ja. Hallo, nou zijn we ook weer nieuwe aflevering van Devil May Cry. Ik heb vandaag Matthijs en Daniel bij me. Matthijs is van... ik ben kanaal vergeten. Matthijs en Daniel is van... Meneer de aardappel. Hallo allemaal. Hallo. En even kijken hoor, ik heb... Eets? Deze moet ik denk ik hebben. Ik weet niet meer waar ik was eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Hoe lang heb je dan niet meer gespeeld? Ik heb een tijdje al niet meer gespeeld, sinds de 14e van de derde maand. Zo, dus sinds 14 maart niet meer gespeeld. Wat heb je al die tijd gedaan, Stefan? Fappen. Nice. Heel all veel day fappen. Or day. Dus, maar nu gaan we in elk geval weer beginnen. We waren in elk geval in deze missie, wat hebben we... Hebben we de baas van... Nee, de baas hebben we nog niet verslagen volgens mij, of wel? Nee, volgens mij nog niet. Oh, dan is hij niet ver opgeschoten. Nee, dat klopt. De aflevering die ik afgelopen zondag heb geüpload was ook de laatste die ik had opgenomen. Dus ik moest het wel weer opnemen. Ik snap het. Oh, deze missie is wel leuk. Er zit wel een tijdslimiet aan, maar ik heb zoveel swag, dat maakt voor mij niet uit. Succes man. Je kan het. Ik geloof in je. Ik weet dat je me gelooft en daarom hou ik van je. Okay. Nee? Maar goed, mensen, het is tijd voor schaamteloze zelfpromotie voor jullie zelf. Matthijs mag als eerst. Nee, doe eerst Daniel maar. Wacht eventjes. Nou, dan ga ik wel voor mezelf beginnen. Ik ben Steven van de Gaming Dutchman. Ik ben de 23 jaar. Ik ben ontzettend knap. Ik ben kapot goed in dit spel eigenlijk. En Daniel is mijn BFF. Ja, want wij gaan ook een serie op jouw kanaal doen. En we hebben een serie op mijn kanaal van Saints Row 3. Zoveel series, zoveel wens. Wat? Precies. Maar oké, Daniel, nou we toch over jouw kanaal hebben. Wat is jouw kanaal dan? Meneer de aardappel. Dat je dat niet wist, Steven. Dat weet ik wel. Ik wacht. Daniel, nou. Goed, ik maak dus Let's Plays. En ik heb dus onder andere een serie met Stefan, Saints Row 3. Ik vind het persoonlijk een van mijn betere series. Gewoon echt letterlijk niks doen. Ik vind ook een van jouw betere series. Je weg. En gewoon een beetje rondkloten met dildos elkaar slaan en zo. Dat is altijd leuk. Ja, precies. En verder doe ik heel veel The Binding of Isaac. Ik ben nogal verslaafd daaraan. Oh, daar gaat het fout. Daar gaat het goed. En voor de rest, ja. Voor de rest doet die jongen niet zoveel. Ik doe het voor de rest niet zoveel. Maar volgens mij komt Stefan wel eens een keer bij de aardappelcast. Dat is gewoon een podcast waar we gewoon een half uur over niks praten. Hey, wanneer gaan we die van de laatste... Die wil ik eigenlijk van het weekend doen, maar toen waren jullie al bij weg. Dus ik wil hem van de week doen. Ja, dat is goed. Moet je even zeggen. Dan kijken we. En dan zien we wel wanneer we maken. En dan, hey, komt hij ook weer online te staan. Hoe die doe. Hallo, ik hoor jullie niet meer. Hallo? Hallo. Wat? Waarom zijn opeens twee mensen van een heel ander kanaal hier? Daniel, hoe kan dit? We doen gewoon een na, weet je toch? USL hallo. Ja, precies. En verder, ja, verder is niks te zeggen over mij. Ik ben een jonge man van 19 jaar. Vertel iets over jou. Dat is het. Misschien de jongste in deze call voor een keertje, alweer. Hey, Daniel, vertel iets over je autisme, dat vinden mensen grappig. Ik wijk Stefan. Oh, ik ben trouwens helemaal niet aan het opletten. Ik ben nu best wel aan het falen. Dan moet ik even doorgaan. Ik ben zo aan het zoeken naar de geheime plek dat ik de tijd ben vergeten. En nou ben ik bijna af, maar hetgeen nu ik ben er. Ja, dat verdien je. Nee? Oh, red ik het. En ik red het. Nice man, gefeliciteerd. Oh, wat ben ik goed in dit spel. Oh, ik ben zo gaaf. Mooi, Matthijs, vertel jij ons even iets over je kanaal. Nou heb je de kans voordat mensen nooit op jou gaan abonneren. Ja, nou, ik doe het dus samen met de maat van me, Luc. Ik ben 23, hij is 21, dacht ik. Denk ik, weet ik niet zeker. Zijn jullie goede vrienden? Wij zijn game buddies. Steven en Ruud vrienden of gewoon, nee, ken je nauwelijks vrienden? Nou, hij weet niet hoe oud hij is, dus. Daarom vroeg ik het eigenlijk. Volgens mij is hij 21. En volgens mij. Ja, ik ben aan het begin het kanaal, dus er staat nog niet zoveel op. Ja, hoe heet je kanaal dan? Want dat had ik als ik begin het kanaal zijnde al 10 keer eruit geflapt nu. Oh, Matthias. Maar je had toch dat andere kanaal? Welk andere Matthias kanaal? Matthias keer 5. Met wat Henk zei je? Of heb zo? Je in zo'n lange naam? Dat is niet handig. Dat is echt niet handig. Nee, je had toch dat andere kanaal met de Henk of zo?
Ah joh, maar dat doe ik niks voor mij. Oh, dat was... Oh shit, je bent zo'n Jarno de Raad figuur. Je hebt 10 kanalen en je doet er steeds niks mee. Ja, ik doe er niks mee. Maar ik doe met Matthias doe ik wel. Oh, nou. Dan zal ik die eventjes in de beschrijving zetten van de beide heren. Je bent toch ook een heer? Een jongeman. Oh. En van die jongeman doe ik hem er ook bij. Goed zo, Stefan. Je leert het af en toe wel, hoor. Ja, ja, dat komt wel vrienden zijn. Mooi zo. Alleen, hoe oud was je nog eens een keer, Stefan? Ik ben 12, wat? Oké, dat is... Nee, ik ben 23 of zo. Dat was een grapje, Stefan. Oh, waarom? Ik snap hem niet. Omdat we net erover hadden dat vrienden niet weten hoe oud ze zijn. Nee? Oh, ja, ik snap het. Goed zo, Stefan. Wat? Leg nog eens uit. Mooi, we gaan nou voor nu een geheime deur in. Nou, zo geheim was het niet. Welk spel ben je nog eens aan het spelen? Hè? Huh? Welk spel ben je nog eens aan het spelen? Devil May Cry. Ik vind het echt jammer dat je te lui bent om dit even te streamen. Dan kon ik tenminste zien wat er aan de hand was. Nu kan ik niet op reageren, Stefan. Ik ga een geheime missie nu doen. Oh cool, welke? Leg eens uit. Ik moet nu een race doen. Mm-hmm, alleen deze is best wel moeilijk. Mm-hmm. En ik heb nu alweer gefaald. Nu pas. Je bent er net in 3 seconden. Je bent net 3 seconden met die missie bezig. Nee? Oké. Okay. Dus waar heb je het normaal gesproken over tijdens deze video's? Nou ja, het is vooral dat mensen praten en ik luister. Ja, maar wat? Het is jouw video, niet mijn. Dat klopt. Nou ja, we gaan vaak hebben het over mij, waarom mensen mij zo leuk vinden. Oké. Okay. Oh. Moeten we daarop antwoorden? Ja, daar mag je op antwoorden. Stefan is een hele leuke jongeman. Want hij is aardig af en toe. soms is hij ook niet zo aardig. Want dan zegt hij, oh Daniel, oh je bent autistisch. En dat klopt natuurlijk, ik heb Asperger. Maar aan de andere kant, weet je, als iemand dat 10 uur per dag zegt, oh lol, je bent autistisch, is het iets minder. Ik dus, zeg het niet 10 uur per dag, hooguit 5. Dus voortaan als Stefan zegt van, en je bent het er niet mee eens, moet je gewoon zeggen, Stefan, want daar kan je niet tegen. En dat ben ik onderhand achter gekomen, want Stefan die heeft mij daar een keer... vol op mijn bek voorgeslagen. Kapot hard, gewoon. Dus ik zei van hartstikke flats. Ik had echt een gekneusde neus toen op dat moment. Dus dat vond ik iets minder. Maar ik doe nog steeds. En gelukkig heeft hij dat daarna niet meer gedaan. Want ik ben daar eigenlijk niet meer tegengekomen in het echt. Dus gelukkig. Hij durft niet meer uit huis uit. En daar is dus Asperger op gebaseerd. Precies. Dus voortaan als jij iemand Asperger toe wenst, moet je gewoon vol op zijn bek slaan. En dan komt hij gewoon het huis niet meer uit. En dan is hij ook autistisch, weet je wel. Dus, Ik heb trouwens de geheime missie gehaald en ik ben best wel trots op mezelf. Oh, nice man. Nou, gefeliciteerd. Nou komt de baas. Hoe voelt dat nou? Ik heb een keer een bosrun gedaan en toen werd ik door deze baas echt kapot hard gedomineerd. Gelukkig spelen we nu op het gemakkelijkste niveau, dus dat... Oh, noob dat je bent. Hoezo dat weet jij als je mijn filmpjes kijkt, Daniel? Ik ken jou helemaal niet, wie ben jij? Ik ben Stefan, 23 jaar, mijn YouTube kanaal is The Gaming Dutchman. Ik ken jou niet als de Gaming Dutchman, Stef. Nee? Ik zal het goed. Hey, als jullie één YouTube kanaal moesten kiezen, wat vonden jullie het allerbeste kanaal ever? Spellingens. Oh, ik ook. Dat is grappig. Het is echt totaal achterlijk. Daarom is het leuk. Om totaal maar weet je, ze doen hun best en dat waardeer ik, weet je? Zeker. Ik ben wel aan het proberen in ieder geval. Om voor mijn eigen kanaal een keer een interview te doen met alle drie. Dat niet tegelijkertijd, maar gewoon apart. Eentje met Stefan, eentje met Lisa en eentje met Daniel. Maar je hebt ook nog Niels, hè? Ja, klopt. Zei ik toch? Nee, je zei Stefan, Lisa en Daniel. Ja, en Niels. Oh, oké. Okay. Ja, ik wil eigenlijk een keer die hier Stefan hebben van Spellingens in een Devil May Cry video. Maar ze schijnen moeilijk te bereiken zijn. Nou, ik heb in ieder geval al met 2 van ze heb ik een afspraak gemaakt. Oh, nice. Met wie? Met Daniel en Daniel. Met Daniel en Daniel? Ja, met mij en Daniel. Oh, oké. Dus de adres moet ik even vragen, maar ik denk dat ze ook geen probleem vinden. Ik denk het ook eigenlijk niet. Ze lijken aardig. Ik heb er nog nooit echt mee gesproken, alleen met die Daniel. Dat is een beetje een rare gozer, maar goed, dat ben ik ook. Dus ja, daarom. Dat moet helemaal goed komen. Dat zal verder niet zo heel veel schelen.
lijkt me op zich wel een leuk iets om te doen, om een interview ermee te doen. En ja, het blijkt dat, dat sokken iets en ondergoed iets bij spelletjes is. Dat, ja, die Daniel schijnt iets met sokken te hebben. Hij schijnt ook erg gehecht aan zijn sokken te zijn, zeg maar. Hij heeft er niet van iets in gehad in. Ja, daarom. Hij draagt zo kapot veel dan. Oh jongens, toch raar en gewoon zo. Ja. Maar goed, Matthijs, waarom vind jij spelletjes leuk? Dat ze vette, epische video's maken. En wat vind je dan vooral het vette? Verloren hondje. Dat vond ik zielig. Oh, dat was inderdaad kapot zielig. Dat was heel zielig. Ja, nee, dat vond ik ook wel. Dat hondje heette Henkje of zo. Henker? Ja, nee, dat hondje van die Lisa. Het is dat ze 9 is, maar als ze wat ouder was, zou ik haar denk ik wel doen. Alleen al om haar stem. Ook niet, waarom niet gewoon nu dan op dit moment? Van ja, weet je, dat is illegaal als ik dat nu zou zeggen. Ja, maar als je het wil, dan wil je het, hè? Dat klopt wel. Trouwens, even voor de kijkers thuis en voor jullie misschien ook. Ik ben nu een baas aan het verslaan. Ja, interessant, toch? Zeg maar, ik weet wat er gaat gebeuren. Daarom ga ik gelijk door naar het volgende plateau. Ik kan wel eerst op het andere plateau wachten. Dus vind maar ik vind dat je even moet laten zien wat er kan gebeuren als het fout gaat. Nou ja, dat... Het hoort erbij, Stefan. Doe het nou maar gewoon. Nou, dit gaat er dus. Dit gebeurt er als het fout gaat. Oh, dan cool. Gooit hij, altijd al een keer willen zien. Nu zie ik het eindelijk, voor de eerste keer. Dan gooit hij zuur over het plateau en dan moet je eigenlijk weg. Maar aangezien ik hier toch weer moet zijn... En dan vrij verder door wie gezegd zo... Zo? Oh shit, Daniel, wat? Ik hoor je echt niet. Ja, laat maar dan. Dan zeg ik niks meer. Dat ligt niet aan jou, maar als ik geconcentreerd ben, dan ben ik geconcentreerd. Ja, autist dat je bent. Trouwens, voor de mensen die als Stefan en ik autist zeggen, dat is niks slechts meer bedoeld, aangezien ik echt autistisch ben. Ja. En ja, Stefan die werkt met autisten. Ja, dus. Precies, dat is wel zo. En hij doet dat natuurlijk niet zo van, oh, je bent autist, lol. Ik ga niet tegen mijn cliënt zeggen van, oh, je bent een domme autist. Of, dan denk ik dat mijn baas zoiets heeft van, hey Steven, ben je gewoon blij met je baan? Steven is het zo, dat zou op zich wel grappig zijn, maar aan de andere kant ook een beetje niet zo grappig. Maar Matthijs, wat voor werk doe jij eigenlijk? Ik zit in de metaal. In de metaal? In de metaal. De muziek of het... Nee joh. Oh gelukkig. Het lekker bewerken van die troep. Oké, en wat moet je dan doen dan? Met metaal. Ja, met metaal. Gewoon lassen, snijden, masturberen, weet ik veel. Gewoon naar metaal kijken en dat is het. Ik doe frezen. Oh, frezen. Frezen is cool. Ja, Daniel vreest ook om naar buiten te gaan. Wat een makkelijk. Nee, wel goed. Nee, lachen, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ja, nou, ik vrees voor mijn baan. Oh, waarom? Ja. Word je ontslagen dan? Of, Nee, niks. Oh, nee. Oh, je maakt er een grapje! Dat ben ik niet van je gewend. Goed zo, Steven. Lekker bakken bezig, joh. Zo, nou ga ik eventjes deze zakjubus vermoorden. Nee, zakkenbus. En dan... Hey, het is net een naakslak op deze manier. Oh, lekker. Oh, en... Heb je al eens een keer een naakslak in je mond gedaan, Stefan? Daniel, waarom zou ik een naakslak op je mond doen? Daar heb je echt niet aan om te doen, dat is echt ongelooflijk gewoon, man. Daniel? Waarom zou je een naakslak in je mond doen, als ik vragen mag? Het klonk interessant, maar toen was het niet echt al te lekker. Oké, nou we toch over domme dingen hebben. Matthijs, wat voor domme dingen doe jij allemaal hier? Wat heb jij allemaal voor domme dingen in je leven gedaan? Geabonneerd of zo. Became engagement. Nee, ik heb 2 jaar geleden iets heel doms gedaan met vuurwerk. Oh, hoeveel vingers ben je kwijt? Nee, het zit er nog wel aan, maar dat was wel gewoon kapot. Oké, wat voor domme dingen dan? Iemand doodgemaakt? Gewoon te laat weggegooid. Oké, en toen? En toen was mijn duim gebroken. Oh, nice. Wat voor vuurwerk? Met een mortier. Dat is vast geen legaal vuurwerk. Ik zeg niks. Nee, oké, ik snap het. Ja, maar je hebt het nu al gezegd, en als het illegaal is... Nee, ik zeg niks. Maar ik kan het nog steeds legaal zijn. Nee. Dat kan niet. Onmogelijk, okay. Matthijs.
Ja, ja. Ik moet nog eens aan iets denken, dat vind ik ook wel grappig om te vertellen. Ik en een paar vrienden maken graffiti aan het spuiten op een muur van een oud postkantoor. En het was best wel klaarlichte dag, dat was al best wel niet tactisch. Slim man. En opeens stond er politie naast ons. En we hadden zoiets van, ah shit, we zijn nu zo hard de lul. En dat waren we inderdaad ook. Dus toen was zoiets van, nou ja, scheidkruis net zo goed doorspuiten totdat ze er staan. Dus ja, dat werd de ja, slim man, dat is echt een goed idee man. Echt niet helemaal. Nou, het voordeel was, ik had verder geen bus in mijn handen. Dus ik was niet de lul. De twee mensen die de bus in de handen hadden en ook echt aan het spuiten waren op dat moment, die waren de lul vooral. Spuiten. Wow. Zoiets heb ik ook wel eens gehad hoor. Toen ging ik met die maat van mij, met Luc, toen ging ik even wat drinken bij hem. En toen hadden we spuiten. Er wordt geneukt hier. jongens, oh, laat me, er werd geneukt. Oh. Maar dat mag je niet op YouTube zetten. Nee, maar je zag geen naakte dingen. Oh, oké, okay, dat is goed. Ik had toen dus een fles peurschoon gevonden in zijn kamer, want ze waren aan het verbouwen in zijn huis. En ik dacht zo, nou leuk, even wat op mijn hand spuiten, weet je wel. En we kregen dat niet open en hij duwt er een schroef in dat tuutje en hij doet het op de grond binnen in zijn kamer en dat zat helemaal onder. Toen waren we naar buiten gelopen met die fles. En toen even door de wijk heen daar en toen kwam er ook politie langs. En toen zeiden ze van, oh, jullie gaan het nu opruimen of anders nemen we jullie mee naar het bureau. Dus wij weer terug naar zijn huis gegaan. Muren en messies gehaald, een beetje van de grond af geraapt. En toen hadden we een gedeelde boete van €300. Zo. En dat was op die leeftijd best wel veel. Maar de aflevering is afgelopen, ik heb de missie gehaald. Oh, gefeliciteerd. We hebben lekker over spuiten zitten praten. Dus. Yes, spuiten. Oh, goed. Mensen, blijf voor kijken, tot de volgende keer. Doei! Doeg!